Dit is even een andere video dan anders. Ik begin hier niet als Tante Dominica, maar vertel in dit filmpje ook iets over mijn transformatie. Als Tante Dominica heb ik verteld over dat ik als man geboren ben, maar ook vrouw wil worden. Ik ben transgender, in het normale leven René Hoornweg, maar mijn nieuwe naam zal, als ik vrouw ben, heten Mona Bridget Lilith René. En dat is de naam die ik als vrouw zou aannemen. Deze filmpjes maak ik als Tante Dominica en vertel ik iets over mijn transformatie. En je zult zien in dit video het begin als androgyne man en zal langzaam in dit filmpje transformeren naar vrouw, maar ook naar Tante Dominica. Ik combineer op dit kanaal hekserij met humor. Dat wil niet zeggen dat ik hekserij niet serieus neem, juist wel heel erg serieus. Maar een beetje humor moet kunnen. Daarom doe ik tal van onderwerpen. Langzaam zul je in dit filmpje zien dat ik ga veranderen. Er zijn niet zulke magische middelen en toch zijn ze een beetje magisch, genaamd foundation. Dus daar begin ik mee, om eerst het een en ander op mijn gezicht egaal te maken en het beetje snor en baardgroei wat ik heb een beetje te maskeren. Wenksbrauwen heb ik niet, dus moet ik ze maken. Ik heb heel weinig haar op mijn wenksbrauwen, maar het begint nadat ik een beetje wat geëgaliseerd heb, geplamuurd zoals ze dat zeggen, met het maken van wenksbrauwen. Dan eyeliner om mijn ogen wat mooier en zichtbaarder te maken, mascara voor wat zichtbaardere wimpers, voor mooie blozende wangetjes. Ja, Tante Dominica draagt zwarte lippenstift, dat vind ik het allermooiste. Ik ben een beetje gothic, ja. Ik zeg altijd, ik kom uit Roemenië en ik ben soms zo zwart als de nacht. Dus nu mooie zwarte lippenstift. Nou, ziet Tante Dominica er al wat meer sexy uit. Ik ben nog niet helemaal getransformeerd, maar langzamerhand begin langzamerhand ik Tante Dominica te zijn. Normaal gesproken zou ik ook in deze kleding rondlopen en zou ik ook zo gesminkt zijn met misschien dezelfde pruik, maar ik ga misschien een andere pruik kopen, een mooier pruik, omdat ik ook natuurlijk transvrouw ben. Je ziet mij langzaam veranderen en misschien gaat er langzaam mijn spraak ook veranderen. Nu ook heb ik mijn haar, hey, als een magisch is mijn haar gegroeid, maar prachtig mooi, van donker naar iets lichter rood haar en begin langzamerhand te lijken op wie ik zal zijn, namelijk Mona Bridget, maar in deze filmpje ben ik natuurlijk Tante Dominica, dus gaat mijn taal langzaam ook een beetje met het Romeinse accent komen. Is mijn transformatie bijna compleet, behalve nog één ding. Dat hoort natuurlijk, ik heb mij eerst op die internet genoemd Tante Muts. Dat vond ik dan een leuke naam, maar toen heeft Facebook mij eraf gegooid, want er waren allemaal mannen en die wilden dingen van mij. Hè. Je ziet, mijn nagels zijn ook mooi zwart. Ik ga het je ook nog anders laten zien. Mijn tenen zijn ook heel mooi en die zijn ook mooi zwart. Gelakt, die had je nog niet gezien. Kan je zien dat Tante Monique heel mooie sexy voetjes heeft. Dat was ook eventjes, het is bijna, ja, zou ik zeggen, erotiek. Maar je ziet mijn mooie zwanenhals. Ik heb ook geen haar, nooit gehad. Als jongetje, als jonge man of als oudere man heb ik nooit borsthaar gehad. Ik ben een hele gladde huid. Mijn handen, mijn armen, als jij mijn armen ziet, jij ziet geen haar. Ik heb het niet gewaxt. Mijn benen, je hebt het niet gezien, maar mijn benen zijn helemaal glad. Ik heb geen haar. Ik moet even die sokjes uit. Ik heb helemaal geen haar op mijn benen. Van nature niet. Dus is het misschien begrijpelijk dat ik ook transgender gevoelens heb. Want ik ben heel erg androgyn. Mijn lichaam is androgyn. Laat niet meer dingen zien. Dat mag namelijk niet voor een Facebook dat ik helemaal naakt ga. Maar mijn huid is heel glad. Als van een meisje. Overal.
heb ik altijd gehad. In mijn puberteit ben ik nooit echt jongensachtig geworden. Ik heb ook, als jij kijkt, ik heb geen Adamsappel. Ik heb nooit gehad. Ik heb nooit een lage stem gehad. Het is altijd blijven hangen in een beetje alt-achtige. En als ik zing, ik kan ook heel hoog zingen natuurlijk. Can you feel the love tonight? Maar het is eigenlijk helemaal niet mijn stijl. Mijn stijl is veel meer Dimmu Borgir. Die zwarte metal waar ik van hou. Die keiharde metal. Daar houdt Tante Dominica van. Om het te bangen op die muziek. Daar houdt Tante Dominica heel erg van. En ik ook. Als mens. Ook als Mona Bridges. Of zoals het nog heet. Die stomme haren van die pruik. Komen dan in die mond. Als ben ik altijd metalhead geweest. Maar transformatie is nog niet helemaal. Mijn grappige video's die ik maak, heel veel met humor, daar heb ik vaak die hekse muts op. Ja, dus ik zou graag een muts willen hebben, maar ik heb geen muts. Als je begrijpt wat ik bedoel, want ik ben nou nog steeds een jongetje, maar het is maar zo'n dingetje hoor, het is niet veel. Die ik als jongetje geweest ben, want in mijn puberteit is eigenlijk mijn hele ontwikkeling als jongen iets blijven stilstaan. Ik heb wel wat haar gehad onder de gordel, daar heb ik wel haar, maar voor de rest geen borsthaar, geen beenhaar, geen armhaar, geen lage stem gekregen, helemaal niet. En alles daar onder de gordel is ook niet allemaal gegroeid, dat is als het ware stil blijven staan. Ik ben eigenlijk altijd een beetje androgyn geweest. Ik heb me altijd opgetrokken met de meisjes. Heel veel van mijn vriendinnen die zijn meisjes. Altijd geweest. Complexe factor. Ik val op meisjes, ik val op vrouwen. En ik dacht altijd bij mezelf dat ik... ik had altijd fantasieën om het zomaar te zeggen dat ik vrouw ben. En van vrouwen hou. Dat is heel complex. Als jongen kon ik dus niet functioneren. Kon ik nooit verkering krijgen of iets dergelijks. Maar dat is een hele complexe factor. En pas op latere leeftijd heb ik ontdekt dat ik transvrouw ben en dat ik ook vrouw wil worden. En met dat die vrouwelijkheid bij mij naar boven is gekomen, is daarmee ook mijn spiritualiteit naar boven gekomen. Mijn verlangen ook om terug te keren naar waar ik mij thuis voel, namelijk die hekserij. Nu maak ik hier video's voor de lol met heel veel humor. Maar ik moet jullie wel bijzeggen. Dat is serieus. Ik ben er serieus mee bezig. Het is niet zo dat het allemaal dat hekserij voor de grap is zo. Want door de bijenhekjes spelen of Harry Potter spelen. Nee, dat is serieus. Met deze video's ga ik dus ook eigenlijk ook uitleggen. Allerlei dingen uitleggen van mijn ervaringen. En rondom de hekserij en hoe ik daar weer bij terug kan komen en misschien ook wel wat ritueel of de dingen die gebruikt worden in de hekserij, bijvoorbeeld de bezem, de altamen en van alles en nog wat wierook, salie en smartstick en toverstok en alles wat wij hebben, kristallen bol, noem het maar op, dat is allemaal geen grap. Maar ik maak wel heel veel grappen over en daarom ben ik nu getransformeerd als Tante Dominica. Normaal gesproken zou ik natuurlijk nooit zo'n muts opzetten, want het is niet dat ik gewoon voor de buitenwereld wil laten zien van ik ben heks enzovoort en ik doe een spelletje. Maar natuurlijk hier voor de video maak ik wel proberen lol te maken en grappig te zijn, maar met serieuze ondertoon. Zo hebben jullie gezien hoe ik ben getransformeerd. Van de androgyne jongen naar Tante Dominica, de bosheks. En vandaar, ik maak die leuke video's en wil ik het ook aan jullie laten weten. En als jullie onderwerpen voor mij hebben om over te maken, dat kan voor de lol zijn, maar dat kan ook heel serieuze onderwerpen zijn over hekserij. Wat houdt dat nou in? En hoe doe ik dit of hoe doe ik dat, kan ik natuurlijk niet allemaal vertellen, want ieder heeft zijn eigen weg. Het is niet zo dat je, ik geef jou spreuk en dan werkt alles enzovoorts. Nee, het is ook iets heel persoonlijks. Ik zeg, hij is serieus en is ook heel persoonlijk. Is ook niet eng. En dat wil ik zowel doen voor die volwassenen, mannen en vrouwen, vrouwen en mannen en meisjes, kinderen die daarin geïnteresseerd zijn. En ook laten zien
dat wij eigenlijk gewoon allemaal mannen mensen zijn. Behalve dat ik als tante de Monica natuurlijk grapjes maak en humor maak. En dat is leuk. Ja, wie ben ik? Mijn naam is nu nog René Hoornberg. Ik word Mona Bridget Lilith René. En ik doe deze video's als tante Dominica de Bosheks, die wel grapjes maakt en die een hond heeft die Anton Scandal Lavai heet, een kat die Kali heet en een kat die Bastet heet. En later zal ik waarschijnlijk ook katten nemen als ik helemaal op mezelf woon. Die zal ik dan ook in de video's verschijnen. Nu zijn het eigenlijk fantasiedieren die ik heb. En allemaal later zullen die ook wel echte dieren zijn. En kan ik daar ook meer doen, alleen grapjes van maken. Dan weet je wie ik ben. Tante Monica. Ik ben heks. Ik ben ook lesbisch. Ik ben transvrouw. Ik word vrouw. Echt vrouw, lichamelijk vrouw. Nu ben ik dat nog niet helemaal. Maar straks wel. En dat is ook een magische transformatie. Het is ook een transformatie in mijn eigen leven. Van te worden wie ik te zijn. Eigenlijk wie ik werkelijk ben. Nu met een grap en met een rol. En vandaag een video met een serieuze ondertoon. Ik hoop dat jij het leuk vond. Ik heb hier op de muziek een lekkere keiharde metal op de achtergrond gezet. Want daar houdt de Dominica nou helemaal van metal. Altijd van gehouden. Ik geef jullie allemaal de meisjes, zeg ik altijd. Meisjes, ik geef jullie kusjes. Op jullie wangetjes en op jullie voetjes. En voor de jongens zeg ik altijd de mazzel. Nou, tot de volgende keer. Nu heb jij gezien wat een magische transformatie is. Straks, over een tijd, als ik echt werkelijk getransformeerd zo zul je zien. Dan hoef ik dit allemaal niet meer te doen om te maskeren. Want dan hebben zij al die haren weggehaald die er nog zitten. Dat moet voor het proces. Mijn huid wordt dan langzaam zachter. Mijn rondingen worden ronder. Al heb ik, zoals je ziet, helemaal geen brede schouders. Nooit gehad. Ik heb hele smalle schouders. Ik zal al met al steeds meer vrouw worden. Werkelijk zijn wie ik van binnen ben. En ik hoop dat jullie dit interessant vonden en leuk vinden. Weten jullie ook nog iets over wat het is om transvrouw te zijn? Van vrouw naar man. Maar ook van voormalig christen. Heks geworden. Of eigenlijk was ik dat altijd al. En worstelde ik daar altijd mee. Maar nu ben ik gewoon weer terug bij wie ik ben. Ik geef jullie allemaal kusjes. Tante Monica is heel erg lief. Die lijkt wel een heks. In het zwart en zo. Maar ik ben heel lief. Ik wens jullie blessed be. En tot de volgende keer. Dan ga ik weer gewoon gezellig humoristische filmpjes maken. En voor nu, tot ziens mijn lieve schatjes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en interessant. En te zien dat ook onder de heksen zijn ook transgenders. En ik ben daar een van, misschien de meest prominente van allemaal.